teken om naar man-to-man te gaan. Fist. Als ik daar geen time-out voor neem, fist is teken, man-to-man. Oké? En de quick break eruit halen, oké? Goed? Hey, kom, gasten. Goeie inzet. Kom. Kom. Hey. One. Kom. Step, opletten. Dat is goed. Hop. Kom maar, hup. Backspin. Onze reporter Van Dag Limburg volgde afgelopen weekend de derby om de vijfde plaats in tweede landelijke dames tussen Gems-Diepenbeek en Zonhoven A. Het was voor beide ploegen de laatste competitiewedstrijd. We kijken terug op een bewogen seizoen. Oh, ik denk met de vele gekwetste zwangeren dat we het eigenlijk goed gedaan hebben. We hebben dikwijls van de B-ploeg of van de jeugd moeten vragen dat zij natuurlijk meededen. Dat voor ons een zware matchje maakt natuurlijk, maar dikwijls met één puntje of twee puntjes. Altijd heel spannende matchen. Eigenlijk denk ik, had heel de ploeger geweest, hadden we op een betere plaats gestaan, denk ik dan. Maar uiteindelijk ben ik content van het seizoen. In het begin is het een beetje zoeken geweest. Een paar speelsters die terugkwamen uit zwangerschap, een nieuwe groep ook, een paar nieuwe speelsters en een nieuwe coach. Maar we hebben elkaar uiteindelijk gevonden, heel veel ervaring in de ploeg. Soms niet altijd even snel, maar dat compenseerden we dan wel met onze ervaring. En we hebben een heel fijn en mooi seizoen gehad met een hele leuke groep. Goed, uit de hoeken, uit de hoeken. Speel door. Goed, wakker. Hou dus de meter afstand, mannen. Goed, hey, georganiseerd de 3-2. Georganiseerd de 3-2. Nu luister, jij moet zorgen dat je nu inside de beslissing dat je fronting defense doet. Oké, okay, we zijn terug naar man-to-man gegaan. Ga ik terug iets meer naar de organisatie, terug weer naar low. Oké? Okay? Ja, het publiek wordt getrakteerd op een spannende laatste wedstrijd. En na enkele mooie driepunters van Katrien Salmon behaalt Zonhoven uiteindelijk de overwinning. De speelsters zijn gekend, heel veel ervaring, goede positionering. Wij zitten ook met vier jong gasten die we integreren in de groep. We vallen wel een beetje stil. En dan ook, zij waren sterker in de rebound situaties en dan inside. Goed, en we hebben een beetje laten afweten. En ja, goed, dat resulteert dan zeg je dan einde van de wedstrijd. Dus niks meer kunt inbrengen. Dus uiteindelijk Zonhoven heeft toch wel verdiend om te winnen vandaag. Maar beide ploegen hebben een mooi seizoen achter de rug en kijken al uit naar volgend jaar. We proberen altijd zo de top 5 te halen. En volgend jaar zijn er heel veel speelsters terug. Zijn we terug een beetje met de oude kern. En dan aangevuld met de heel goede jonge speelstertjes. Dus ik kijk daar wel naar uit. Ja. Er komen 3 speelsters bij. Er gaan er ook een paar stoppen. Dus ik hoop eigenlijk dat we zoals dit seizoen wel binnen de top 5 kunnen spelen. Bij de dames B van Hasselt is het feest. Zij speelde kampioen in eerste provinciale. Heel blij. Voor mij is het de eerste keer ooit dat ik kampioen ben geworden. Dus ik vind het wel heel speciaal. Ik ben heel fier op de dames. We hebben een schitterende competitie achter de rug. Laten we stellen, in de voorronde winnen we 18 op 18. En dan in de eindronde gaan we toch ook 5 op 6 halen. Dus 1 verliesmatchje met 1 punt. Dus wij mogen heel fier zijn op de ploeg. Ja, zeker en vast. In het begin hebben we een hele vlotte start gehad. We hebben eigenlijk alles gewonnen. Dan hebben we een paar mensen gehad die zijn uitgevallen. Toen was het wat moeilijker, maar toch bleven we winnen. Behalve dan eigenlijk de match dat we kampioen konden worden, hebben we eventjes een steek laten vallen. Maar dat hebben we de week daarna goed gemaakt. Een dikke proficiat aan het hele team. En doe zo verder. We are the champions.